Kiosk. Dit is een gewone pompoen. En dit zijn enkele Slijdingse exemplaren. Gijs Panhoven en vier vrienden gingen een wedstrijd aan, kweek de grootste pompoen. Het idee was er vorig jaar eigenlijk, twee jaar geleden eigenlijk al, met een kameraad, Rufus Steyaert, waren we dan van plan. En vorig jaar is het uiteindelijk zover gekomen. En ja, hebben we eigenlijk wat concurrentie gekregen ook. Er komt ook nog een actie voor Music for Life, waarbij deelnemers moeten raden hoeveel de pompoenen wegen. De opbrengst gaat naar het goede doel en de winnaar krijgt een originele prijs. De pompoenen zullen nu naar Kasterlee worden gebracht, de pompoengemeente. Volgende week zondag is daar pompoenweging, dus dat gaan we ook exact weten hoeveel onze pompoenen wegen. Ik wil de grootste hebben. En dit is de waarschijnlijke winnaar van de weddenschap, Stijn Frankie met zijn 3 maand oude massa. Het is mijn eerste keer en daarmee dacht ik kan een keer proberen en kijk, beste resultaat. En wat heb je daarvoor allemaal gedaan? Ja, eigenlijk goed bemest en voor de rest ja, een beetje geluk gehad ook met het weer en zo. En voor de rest eigenlijk niet zoveel. Ja. De pompoenvrienden zouden deze wedstrijd willen uitbreiden en hebben al een idee. Met de kermiscommissie hebben we dat ook al bekeken en naar volgend jaar toe zouden we tijdens het kermisweekend van oktober, het eerste weekend van oktober, een pompoenweging ook willen organiseren voor iedereen uit de buurt. Ik wil de grootste hebben.